je enkels, je voeten, polsen, handen, zitvlak ook heel erg natuurlijk. Maar ik heb ook wel gehad dat ik bijna mijn stuur niet meer vast kon houden de laatste paar stroken. Koen de Kort van Skill Shimano rijdt zondag zijn 7e Parijs-Roubaix. Wat deze klassieker hem gaat brengen, weet hij nu al. Een hoop pijn en ellende. Net als voor alle andere renners die aan de poort verschijnen van de hel van het noorden. En toch blijft zijn liefde voor deze koers groot. Vaak man tegen man die vechten op wegen die er al eeuwen liggen. Zo'n beetje. En dan is dat wel heel erg mooi om daarop te kunnen rijden. En het straalt allemaal historie uit en dat vind ik wel heel erg mooi. De Kort heeft de Franse kasseien waar hij zo gek op is van dichtbij mee mogen maken. Toen is hem één ding duidelijk geworden. Liefde doet pijn. En de kasseien, die wijken voor niemand. Zelfs niet voor zijn eigen knie. Ja, vorig jaar hard gevallen. Een flinke gat in mijn knie eraan overgehouden. Waar ik nog best wel lang last van heb gehad. Dus hopelijk is de pechzijde van Parijs-Roubaix nou weer over. De koers zondag winnen zit er voor Koen waarschijnlijk niet in. Weinig renners kunnen het opnemen tegen namen zoals Fabian Cancellara of Tom Boonen. Maar toch behoort hij tot een select groepje renners dat Parijs-Roubaix ooit heeft gewonnen. 7 jaar geleden, bij de belofte en toen nog als amateur. Dat zit er niet meer in, maar... Ja, ik denk dat voor 1 of 2 renners van onze ploeg en hopelijk voor mij ook iets mogelijk is tussen de 8e en 20e plek. Het gevecht met de kinderkoppen. Het is te hopen voor de Kort dat het zondag niet zo eindigt.